Ik ben niet zomaar gelift. Ik ben gelift met een caravan, zonder een auto. Projectnaam was dan ook trekhaak gezocht. You need others to keep you going. En ik was op zoek naar mensen met een trekhaak om een stukje bij beetje naar mijn einddoel Istanbul te brengen. Om die metafoor helder te maken heb ik de mensen onderweg gevraagd die me hielpen. Wat is uw droom? Wat wilt u realiseren in uw leven? Ik ga stap voor stap naar Istanbul en heb uw hulp nodig om een klein stukje daarbij mijn doel te bereiken. Maar wat is uw droom en wat is belangrijk voor u om te realiseren? Want iedereen heeft dromen, maar het realiseren van je dromen, dat vraagt om een bewuste actie. Dus na de rit interviewde ik ze in de caravan en vroeg ik ze hun stappenplan naar hun droom op te schrijven. Door goed te kijken, te luisteren en voornamelijk te vragen. Dan kwam er een stappenplan uit, stap 1, stap 2, stap 3. Dat schreven ze op een papier. Dat papier blikte ik in, en in een conserveblik, zoals u kunt zien. Ik had een conserveblikmachine. En op dat blik, met dat stappenplan, kwam een etiket met de droom erop, maar ook met de houdbaarheidsdatum voor de eerste of voor de laatste stap, wanneer ze het wilden realiseren. We zijn hier op een politieke avond en natuurlijk zijn er ook allerlei stappenplannen en zijn nieuwsgierig te horen welke stappen jullie willen zetten om de toekomst met elkaar te kunnen bereiken. Het is gelukt om in Istanbul aan te komen. In 3 maanden tijd ben ik aan de trekhaak van 53 verschillende auto's, heb ik 3700 kilometer door 8 verschillende landen afgelegd en heb ik 73 verschillende dromen ingediend. Iedere keer moest ik weer de mensen vragen, mag ik u misschien iets vragen? Dan had ik iemand ontmoet en weer afscheid genomen, want dan stond ik weer op een plek. En dan moest ik weer vragen, heeft u misschien een trekhaak? En eigenlijk staat die nogal aparte vraag voor iets anders. Eigenlijk staat de vraag, staat u open voor iets onverwachts in uw leven? Kunt u ruimte maken in uw auto, in uw douchecabine, in uw huis, in uw agenda? Kunt u ruimte maken in uw leven voor iets wat u niet gepland had? Achteraf wordt dan ook heel vaak gevraagd, wat was nou het profiel van jouw aanhaker? Was dat een man? Was dat een vrouw? Was zij hoog of zij hoog of laag opgeleid? Uit welk land kwam die persoon? En dat was eigenlijk heel verschillend. Die variëteit was enorm en dus enorme verschillen. Maar toen ik achteraf terugkeek, dacht ik, er was één hele grote overeenkomst. En die overeenkomst was namelijk hun mentaliteit. Hun manier van denken, hun manier van doen, hun manier van leven. En ze waren in staat inderdaad ruimte te maken en aan te haken, letterlijk of figuurlijk. En met deze mentaliteit bleek er dus iets mogelijk wat ik van tevoren nooit voor mogelijk had gehouden. Door je open te stellen voor de ander en te kijken wat er werkelijk in het moment is. En door letterlijk of figuurlijk onderweg te gaan. De vraag is dan ook, niet alleen voor mezelf, maar ook voor u en de politiek. Bent u in staat om over uw eigen grenzen heen te kijken en daarmee iets te laten ontstaan wat u van tevoren en ook alleen niet kan bewerkstelligen? You need others to keep you going. Je hebt anderen nodig om te verder te komen, in persoonlijk en in politiek licht. En ik heb dan ook de vraag voor u, hoe kijkt u en uw partij in dat licht aan tegen de Europese samenwerking, in het licht van je hebt anderen nodig om verder te komen? Dank u wel.